Hallo kijkers van Shine Surprise, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Legend Arceus. Oké, dit moeten we eventjes uitleggen, echt tussen de opnames. Ik werd geappt, vorige opnames al, en ik wou het dus even checken. Oh, kut, nu slaat dit nergens op. Oké, maar dat was het intro moment. Dus tussen de opnames door, ik was op appjes aan het reageren. En toen zei ik, waarom word ik ook geappt tijdens opnames? En mee hoor ik zo'n plingetje van WhatsApp. Dus ik zeg, oh, heb je... Ik wou net zeggen, laten we beginnen. En dus ik open app en toen was dus Milan met app tijdens opnames. Je bent een letterlijk. Grabbing jacket. Ja, je bent wel zo'n grabbing jacket. Kijk, dit is waarom ik van jou. Ah, cute. Dit is niet het enige trouwens hoor. 6, 2, 1, 3, 1. Wat doe ik dan verkeerd? 6, 0. Oh, Zubat heeft helemaal geen ogen. Oh. Dacht jij dat Zubat ogen had? Wat voor... Ja, gewoon niet over nagedacht. Nou, dat mag. Daarvoor heb je dit. Daarvoor heb je dit. Zo'n joker. Daring. Joker ring. Er zijn nog geen vrijstellingen gevallen, of wel? Wat? Nee. Sorry? Ik zei, Sander gaat in deze aflevering Volo verslaan. Ja, ik mag kopen. Ja, gaat het wel af? Probeer deze aflevering? Dat vind ik cute. Is goed, maar... Hoeft niet, hè? Ja. Niet meteen denken dat ik jou daar in peer pressure... Is goed, maar dan ga ik wel echt even al die candies gebruiken en die crit pedals en zo. Moet ik nou deze Kamadododo ook verslaan? Ja. Nou, dan moet je echt nog best wel veel battles. Battlings. Is dit een full six of team? Het full team? Ja, het is een full six of team. Yo, kijk maar serieus kijken dan. Ja, mijn karakter, niet ik. Ja, ik ook wel misschien. Ik weet niet hoe ik keek toen. Oh ja, mijn ik roep al twee afleveringen dat ik eventueel een interessant onderwerp heb. Er is sinds vandaag een nieuwe mobile Legend of Ang game uit. Die wil ik wel gaan proberen. Snap ik. The Last Airbender Generations ofzo, of Avatar Generations. Dus Avatar Generations, ja. Dus dat ga ik straks proberen. Heb jij al geprobeerd? Nee, want ik heb niet genoeg ruimte voor mijn mobiel. Oef. Dus ik moet even dan zo'n BlueStacks of zo doen. Oh, dat is slim van die guy. Maar dat vind ik niet leuk, dat hij slim is. Aquatil? Ah, deze guy heeft geen Aquajet. Nou, dan doen we Dark Pulse. Ik moet even dan op... Zo'n dingetje die simuleert, zeg maar, dat die een mobiel is. Ah, ja. Op PC, dat moet ik even doen. Een emulator? Ja. Desmu mee, alleen dan voor het mobiel. Dan zou je het in theorie zelfs nog kunnen recording. Precies. Ik weet niet of het, zeg maar, een verhaalgame is of dat het, hoe het werkt. Ik weet niet precies wat voor game het is. Heb je de launch trailer wel gezien? Die zag er wel vet uit. Ik kan me niet meer herinneren. Misschien wel, hoor, maar... Ah. Wel. Ik kan me niet meer herinneren. Hey, ga je mee als je dat wil? Die is echt vier uur geleden geüpload. Oh, dan heb ik hem niet gezien. Dan heb ik hem niet gezien. Oh, je bij ons. Oké, ik mag twee keer aanvallen, ondanks als ik strong style doe. Dat vind ik crazy. Maar wel chill. Oh, dat doe... Ik snap nu ook waarom. Omdat het slecht werkt. Oké. Is Snorlax misschien physical zwakker? Zou dat? Ik ga het proberen. Gaan het zien. Waarom doe ik nou weer strong style? Dan mag hij straks twee keer. Dat is niet slim. Giga Impact? Oh, avoid it. Dat is wel gunstiging. Dat is heel zieking zelfs. Heel zieking. Oké, we doen geen strong style, want dat killt toch niet. Oh, dat had misschien wel kunnen killen. Ik dacht oprecht dat het niet zou killen. En toen ineens deed hij
Lijpe shit. Areale Azen? Areale Azen? Sorry. Ja. Eigenlijk moet ik nu een Poison Pokémon inzetten. Maar ja, ja, nogmaals, Poison Pokémon. Venoshock is wel goed, maar mijn Gengar en ik heb geen C-switch in. Oké, ik ga Roselia sack-offen tegen deze Clefable. Dan kill die Clefable mijn Roselia. Kan ik inswitchen naar Gengar. En dan hoop ik dat het een 1-hit KO is. Dat heb ik ook voor jou. Het is wel een alpha Pokémon, maar volgens mij doet dat niks met stats of wat dan ook. Dus is het een alpha man male? Een alpha human man male. Om precies te zijn. Venoshock. Nee! Wat kut. Gengar is ook dood. Oké, op zich maakt niet uit. Heb ik iemand met priority move? Nee. Oh. Nee, dat klopt. Je hebt gelijk. Ik heb always gelijk, gang. Misschien, ja, ik als hij nu hield, hè, ik haat hem. Intens. Dat zeg ik wel vaker, dus dat, ja. Dus niet eens niet intens, maar gewoon intens. Intens. Intense haat. Golem. Intense in. Yo, die vind ik leuk. Oh, dan gaat hij zo'n rock slide doen. Sliding the rock. Wow. Yo, houden wij nou hetzelfde zeggen? Ja, maar wij zitten op zo'n lijn, weet je wel. Ja, als jij zo'n lijn hebt. Ja. Oké. Okay. Soms word ik wel moe van ons, maar dat geeft niet. Zolang Jordi en Nando maar niet moe van ons worden. Ja, dat worden ze wel, maar dat geeft niks. Als je item gebruikt, mag je dan ook nog een tweede keer? Ik moet even gauw. Als je nu denkt, wat the fuck, Sander, wat doe je? Nando, ik moet even goud. Meen je dat? Ja. Ik heb geen revives, wat kut. Vind je dat slim? Nee, dat vind ik niet slim. Oh, dan ga ik sowieso verliezen. Je zou kunnen zeggen dat je dan niet zo'n slimpie bent. Ja. Dat is niet lullig bedoeld. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Goed zo. Goed zo, heen. Dat is het beste wat je kan doen. Oh, en al mijn Pokémon zijn weak tegen Rock, of niet? Nou ja, al mijn Pokémon die nog leven. Oh, ik wou net zeggen, Samurott doet gewoon zo'n watertje en dan is het klaar. Ja, maar ja, die is dus dood. Daarvoor wilde ik dus ook eigenlijk is zo'n die, bitch kaboom bam bats. En dan bam. Bitch kaboom bang blam blats? Ja, en dan oké. Okay. Had ik niet verwacht, denk ik. Strong Style Psycho Cup. Misschien dat het net killt. Als het niet zo is, dan ja, ik was toch al dood waarschijnlijk. Dus ah, fuck. Mijn leven. Hey, verdorie zeg. Mijn leven. Hé, shippies. Hé, shippies. Shippies. Ja, die heb jij naast jou liggen. Die ga je opeten. Wacht even. Ik wacht op dat we daar. Zo'n zakkie. Een zakkie met shippies. Welke shippies? Ja, dat is voor straks. Voor Sims the Mens en of... Nee, dat is waarschijnlijk voor Dream School of zo. Ga dat zo meteen terugkijken. Ja. Kijk in de trailer. Want ja, jij moest weer per se op. Nee, grapje. Nee. Oh, wat een haat. Dat is ook zo niet hoe het ging. Het was zo van. Yo, wil je nog eigenlijk. Ja. Zeg maar, eerst was ik zo van. Yo, kun jij eigenlijk nog. Ik zou het wel leuk vinden. En dan. Daarna was jij zo van. Yo, ik kan eventueel nog als je het leuk vindt. Dus het is echt drie keer zo van. Yo, als je het leuk vindt dan. En anders dan niet. Dan ga ik nu zo haten. Dat vind ik best wel gemeen eigenlijk van mezelf. Dat is zeker gemeen. Ja, dat is niet zo'n leavy guy, ink. Ik zie zou wel door de vinger, ink. Ja, omdat ik het zelf al inzag, zeg maar, dat het niet lief was, zeker. Ja. Of niet eens daarom. Jawel. Nou, snap ik. Wee, deep dive, baby. Lekker money. Bam, kletske bam. Kletske bam. Ik zat er ook eigenlijk al een beetje over na te denken. Toen je eerst gecanceld had, toen zat ik erover na te denken. Zal ik anders
ja, hoe heet het? Zo kan dus misschien live gaan en die Yalga hunten. En toen heb ik het niet gedaan. Want toen en toen kwam die landing toch? Ja, precies. Ik heb al 500 encounters met de Dialga hunt en Platinum. Dik vet het. Voor de bingo namelijk. Bingo! Ik denk als ik nou volgende maand de Dialga nog doe, dat ik dan best wel op schema loop. Of voor op schema, zeg maar. Nicing on the cake. Want ik heb er nu 6. Maar ja, wel allemaal Scarlet en Violet, zeg maar. En eens voor een Shield. Maar dat is allemaal best wel makkelijk, toch? Dus ik denk als ik even één zo moeilijke ook kan. Dan, dan ben ik echt op schema. Nu lijkt het alleen alsof ik op schema loop. Nu doe je net alsof. Ja, precies. Ja, oké, dan niet. Deze Electrifier. Wilding Nonning. Catching Warning. Oké, misschien moet ik gewoon niet beginnen met. Wacht even. Welke guy had die guy? Hij had de Snorlax. Hij had de Clefable. Maar dat, wat was de eerste guy? Freak, hij had de Snorlax. Hij had de Clefable. Had hij iets waar Dark goed tegen werkt of zo? Dat weet ik niet meer. Een Miss Magius. Oh nee, dat was die andere guy. Je bent van de guys, jij, hè? Ja, ik ben wel van de guys. You do love in the guys. Ik heb liever zo'n hot babe. Aha. Ik dacht even kut zien. Ik dacht al van, je bent tussen net al geweest. Maar hij liet gewoon even zien. Yo, dit heb je al een keer gezien, toch? Dus wil je dit nog een keer zien? Ik weet niet meer wat zijn eerste guy was. Wat was zijn eerste guy? Vertel nou. Zijn eerste Pokémoning. Ik wil weten. Ik begin nu gewoon met Elkes, ja. Sandrine, ben jij nou Pokémon Mastering of niet? Braviary, dat was hem. Ja, frick. Het is Braviary. Wat? Ik zeg, het is Braviary, zei. Je had toch weten wie... Wat lief, hè. Wat is die Milan toch ook een liefie. Ja, dat is eigenlijk gewoon gunstig om... Oké, misschien kan ik beter Hunchcrow dan. Oké. Als ik hem nu verlies, dan weet ik... Ik moet met de Hunchcrow beginnen. Oké. Strong Style. Is dat een Monit KO'tje? Strong Style'tje, Opal. Kabooming en een crit. En een crit. Oké, dit begint al goed. Een Golem. Hij doet nu de Golem. Oh, omdat ik Hunchcrow heb natuurlijk. Dat is wel smarty pants, één. Je bent echt een slimpie, hè? De vraag is, ga ik Hunchcrow sacrificen en dan C-switchen naar Samurott? Of niet? Dat is eventjes waar ik mee zit nu. Je moet er niet mee zitten, dat is zielig. Oké, daar heb je een goed punt. Ik doe gewoon een Night Slash. Ik hoop dat... Oké, dat doet slash 1/4. At night. Ja. I like de referentie naar SpongeBob. Ik ben zo trots op je. Ja. Aquatail. Nou, ik doe Aquatail. Strongstel Aquatail. Oh. Ik doe ook al allemaal aanpassingen voor onze kijkers in deze afleveringen als ik hem edit. Want ik moest andere muziek gebruiken van Nando 1, dus dat doe ik dan gewoon. Zo'n cute andere guy. Andere aanpassingen? Ja, lief hè, van mij. Dat is wel cute. Maar ja, dat wist ik al. Ik ben wel zo'n cute guy. Ik heb zo'n Alfa Romeo gevangen. Alfa Romeo? Ik zit nu echt diep na te denken. Romeo. Nee, het is gewoon een Alfa Gasly. Alleen Alfa Romeo is een auto. Oh, ik dacht dat de grap zoeg op Romeo. Alleen dan, ja. Als je dat anders zegt, dat het een Pokémon is. Ik voel me al dom. Nee,
je bent niet dom, hè. Max Potion. Deze man. Maar ik mag nu 2 keer. Sorry. Of als ik stel doe. Ja, oké. Okay. Als ik nou eerst een gewone stijl doe, hè, gewoon normal stijl. Gewone stijl. En dan stronging stijl. Oh, dan mag hij 2 achter elkaar. Misschien had ik swordstance moeten doen en dan aquatail trouwens. Dat is misschien gunstiger dat geweest. Dat had wel gunstiger geweest. Giga impact. Oh, die impact is wel gigantisch. Ja. Oké. Okay. All around me are the, oh, je kunt niet checken hoeveel HP hij heeft. Maar goed, ik... Ah, oh, dat is dan best wel veel. Oké, okay, dit was misschien dan niet heel praktisch. Ik mag 2 keer. Sleep. Dat is wel gunstig om te weten. Ga ik Venoshock, wat step is? Ik ben echt heel erg aan het tactisch proberen te spelen. Als je maar wint, dan gaat daar harder om. Oké. Okay. Venoshock strong stijl. Ik denk dat ik dit ga winnen. Kabooming. Snorlax naar de tiering. Nu moet ik alleen de Clefable nog. En ik heb zo net strong stijl. Dus het kan zijn dat hij 2 keer achter elkaar mag. En hij heeft Psychic. Fucking tuurlijk. Heeft hij Psychic fucking tuurlijk? Ja, hij heeft Psychic fucking tuurlijk. Oké, okay. Ik had... Dat komt natuurlijk omdat ik deze keer met Mr. Kaiing Game instond. Watch. Oh. Wat? Mr. Game & Watch. Oké. Okay. Ja, dat bedoel ik. Je, weet je wie dat is, Mr. Game & Watch, wel toch? Nee. Heb je nooit Smash gespeeld? Ja, misschien als ik hem zie, maar ik zou zo niet kunnen zeggen wie dat is. Dat is een soort van stickfigure... Oh, die zwarte! Ja. Ja, 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 ik weet welke je bedoelt. Ja, dat weet ik wel. Dat is Mr. Game & Watch. Oh. Ja, die ken ik wel. Oké, okay, Poison Sting. Hoeveel doet dat? Heel. Nou, dat had niet gehoeven. Dat had ik net zo goed niet kunnen doen. Agile style. Oh, wrijf het er maar in hoor. Oh, ik krijg zelfs nog toe mijn agile style. Psychic. Sander Salt in de chat. Ja, doe maar zo'n Sander Salt. Doe maar. Ik ben er klaar voor. Hoe krijg ik ook weer zo'n Black Auger Riding? Venoshock, please let it be killing. Kamaodo, dat is ook zo'n Pokémon, hè? Hij is dood. Kamaodo? Hij is en een trainer en een Pokémon. En dood. En dood. En dood. Certified dood. Ik heb zijn pols gepost. Hij is dood. Gengar heeft een nieuwe movie. Oh, Kamaodo kijkt nu heel zielig. Toch heb ik geen medelijden met hem. Wat gaat hij nou doen? Gaat de grond kussen. Wat lief. Zo cute. Hij vindt de grond heel lief. Cute. Hij vindt de grond liever dan ik. Maar hij was echt heel lang aan het bekken met die grond. Dat is wel een beetje crazy. Maar, People do what people want to do. People do be doing what people want to doing. Ja. Ja, hé. Change moves. Dark Pulse. Dark Pulse is wel beter, maar die heeft nog geen... Donker is. Wist je dat? Ja, dat wist ik toevallig. Had ik ergens gelezen. In de krant, volgens mij. Is dat dan. In de kranting. Ja, oké. Okay, dan Dustox. Dustox is ook level 50. Ja, je hebt alleen niks aan Dustox, want Dustox is... Pittig kut. Dustox heeft Venoshock, waarom heb ik die nooit geleerd? Silverwind ja, heeft die ook. Ja, dat vind ik dus het grote nadeel aan dit systeem, zeg maar. In deze game dan, hè. In de Scarlet and Violet is dat wel iets beter, maar... In Scarlet and Violet heb je... Kun je het wel uitzetten dat het precies zo is zoals het nu is, zeg maar.
In principe is het... In Scarlet en Violet, dan krijg je wel gewoon in je scherm, deze Pokémon wil deze aanval leveren. Klopt, maar in je options kun je ook het uitzetten. En dan krijg je het net zoals dat nu is, zeg maar. In deze game. Okay. Er staat ergens in options... Okay. Staat er Learn New Moves. Net zoals de nicknaming option, zeg maar. Dat zo is het dan. Nicking the name. Psychic is veel beter dan Confusion. En dat vind ik ook wel balen, want dan leer ik nu nieuwe moves aan, maar dan zijn ze nog niet gestrong stylinged, zeg maar. Dat is wel nadelen. Aha. Shadow Balling. Is beter dan Hex, denk ik. Oh, dat kan ik niet zien. Ja, is beter dan Hex. Doe ik die voor Dark Pulse? Nou ja, die doe ik voor Dark Pulse. Maar hoe kom ik aan die quest? Dat vind ik altijd zo kut. Moet jij bepaalde quests hebben? Oh ja, oh. Ja, voor die Black Augurite om Klee voor te krijgen. Ah. Ja, het is inderdaad echt heel kut, want ik kom er dus achter dat mijn Roselia ook gewoon een decent moveset had gehad als hij... Sandrain. Ja, maar ik kijk daar toch niet de hele tijd. En ik was ook even vergeten dat in deze game überhaupt niet aangeeft... hoe heet het? Aangeeft dat hij een nieuwe move leert. Ja. Ja, je krijgt alleen dat woordje, zeg maar, als je level up gaat van een nieuwe move learned of zoiets. Ja, en omdat Gengar dat had, dacht ik ineens, oh wacht, laat ik dat eens even checken, want zo werkt het in deze game. Oké, ik ga de Dialga, denk ik, bevechten. Of de Palkia. Ik denk Palkia, want ik heb die chick gekozen. De chick. Always do choosing the chicks. De nugget, de chicken nugget. Ja, I love the nuggets, man. De nuggets zijn premium. Je houdt zeker ook van die brug. Golden Gate Bridge? Nee, de Nugget Bridge in Kanto. Oh, gewoon je bedoelt... Oh, wauw, ik voel me echt dom. Ik voel me echt... Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe dom ik me voel. Dit is Palkia trouwens. Hallo Palkia. Maar je hebt echt een hele aflevering gereserveerd voor het onderwerp Avatar Legends. En volgens mij was ik toen op een gegeven moment zo bezig in de battle dat we er niet meer verder over gepraat hadden. Nou ja, het was meer. Daar was ik al een beetje bang voor. Maar dat was ook meer omdat ik weet zelf nog niks van de game. Maar ik dacht, misschien wil jij er wat over vertellen omdat jij er wel wat van weet. En dan gaat het gesprek vanzelf. Nou, ik heb een klein stukje gezien en het zag er wel vet uit. En de launch trailer heb ik gezien, het zag er ook vet uit. Maar ja, ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Okay. Hydro Pump. Pumping met hydros. Ja, oké, dit ga ik wel verliezen. Mag ik hem nu al vangen? Nee, hè, zeker. Wie? Kan ik Palkia nu al proberen te vangen of gaat hij dan? Ik denk het wel. Volgens mij heb je die namelijk al voor de battle met die bitch. Ik heb wel ook Ultra Balls gekregen. Oh ja, je kunt hem vangen. Oké, dan was dit zonde, want ik heb hem nu niet genoeg verzwakt. Dus of ik moet heel erg veel geluk hebben. En dat heb ik niet. Ik wou nog een of zeggen, maar toen ging de Pokeball zo snel kapot. Ja, dat. Ik heb ook echt niks super effectives tegen deze kaart. Ik kan hem wel Stunning the Sporing. Stunning the Sporing? Met Roselia. Waarom heb ik Roselia... Oh, Roselia moet met een Dawnstone en daar heb ik waarschijnlijk niet genoeg punten voor. Dat is Shiny Stone, hè? Of, voordat je de verkeerde stone koopt. Wat zei ik? Dawnstone. Ja, dan had ik bijna de verkeerde
Stone gekocht, ja. Ik moet even checken straks. Als ik deze battle nou niet haal, moet ik even checken waar ik die straks kan krijgen. Of die ook, ja, zeg maar, op een fixed location zit. Ik heb zo'n Ecclivor. Doe een Venoshock. Shiny Stone. Even denken. Dat moet ik even checken. Oh, hij is echt al bijna dood, joh. Items. Ultrabal. Yay! We got him! Het lukte. We ringen over de... Weer app... Milan? Ja? Ben jij aan het apping tijdens de opname eens? Nee, deze keer niet. Nee, oké. Okay. A bit of help from Blissey. Oké. Okay. Dan moet ik eventjes die straks doen. Nee, wacht. Die request ken ik niet. Heb ik die request toevallig? Ja, ik denk dat dat het eerste is wat ik moet gaan doen. En dan heb ik in ieder geval een fully evolved team. Ik weet überhaupt niet of dat kan. Ik krijg nu wel cutscene. En niet omdat hij zo kut is. Wel omdat hij zo zien is. Krijg ik nu de lelijke Dialga dan eerst te zien? Is dat hoe dat werkt? Ja. Weet ik niet eigenlijk. Crazy. Guagubagubaga. Wat? Wat is er gebeurd? Ja, ik weet niet. Dat zei Dialga. Zit jij in de cutscene van Dialga? Ja. Oh, oké, dan kunnen we de aflevering dus niet beëindigen. Geef het aan als je podcast. Moet Blissey natuurlijk hebben, maar heb ik een Blissey? Dat is de vraag. Ik denk het niet. Als ik überhaupt al een Chansey had, dan heb ik die zo net gereleased. Dan heb ik ook geen kans op. Oepsie, de poepsie. Maar geef straks wel even aan als je... Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dat is het eerste wat ik doe als deze cutscene klaar is, oké? Dat is fijn. Nou, het eerste is waarschijnlijk nog op A drukken, omdat ik dan zo geneigd ben om op A te drukken. Weer. En daarna... Ja, maar dat doe ik dan niet bewust, zeg maar. Yo, hoe lang kunnen we praten, joh? Dat ze nog stembanden hebben. What the frick? Echt zo niet interessant meer, hè? Ik weet niet of ik het ooit interessant heb gevonden, maar... Nee. Probably not. Probably not, precies. Not precies, één. Nori. Het zou ook wel heel goed kunnen dat ik straks niet terug kan. En dan word jij... Verdrieping. Nog meer tekst. Oh. Ja. Nog meer tekst. Nou, ik denk dat deze aflevering nog wel een uur duurt zo, als we zo door blijven gaan. Dat is niet zo ziek. Oh, counterpart. Oké, ik heb nu wel een mission gekregen. Ja. Oké, hij gaat naar zwart beeld, misschien. Fucking hell. Oh ja, laten we nog even iemand komen die nog een heel verhaal gaat lullen.
Ja, ik snap ook niet van hoe ze zoveel verhaal hierin hebben verwerkt. Terwijl in principe kan het wel leuk zijn. De eerste keer vond ik het misschien zelfs ook wel een klein beetje leuk, maar... Het is vooral zo van... Ze kunnen dit zoveel korter doen, volgens mij. Om het verhaal nog even episch te laten zijn, hoeft het niet. Dan kan het ook wel korter, zeg maar. En voice acting. Oh! Oh! Hij is klaar. Is hij klaar? Ja. Certified Clawing. Dan ben ik jullie, wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Hey.